Leuk jullie kijken naar een nieuwe video waarin ik op zoek ga naar de perfecte broek. Zoals jullie misschien wel weten ben ik 1,79 en ben ik best wel lang en struggle ik vaak met het vinden van de perfecte broek. Bij mij zijn broeken eigenlijk altijd wel te kort, komen ze net niet op mijn schoen, als ik zit zitten ze te hoog, zitten ze niet goed bij mijn taaien, noem maar op. Ik heb gewoon een broek nodig en ik kan ze niet vinden. En voor degenen die mij volgen op TikTok weten dat ik al langer dit soort video's post en op zoek ben naar de perfecte broek. Zo heb ik al een perfecte straight gevonden, een perfecte pantalon, noem maar op. Ik vind broeken shoppen echt verschrikkelijk. Broeken passen, broeken zoeken in de winkel, of winkel in, winkel uit. Ik vind het gewoon niet leuk. Dus daarom dacht ik, waarom ga ik niet op zoek in een stad naar de perfecte broek? Ik ga winkels langs, ik pas er voor jullie, ik laat ze zien. En zo kunnen jullie ze misschien zelfs wel online bestellen of kunnen jullie naar die stad en naar een specifieke winkel toe. Dus ja. Dat is een beetje mijn idee en ik ben heel benieuwd of jullie dat leuk vinden. Ik ga vandaag naar Amsterdam toe en in Amsterdam ga ik op zoek naar de perfecte straight jeans. Dus dat zal aflevering 1 zijn. Op zoek in Amsterdam naar de perfecte straight jeans en ik neem jullie mee. Binnen gegaan, we hadden dus 20% korting en ik heb twee broeken gevonden. Eén straight leg en één wide leg, maar ik wil even het verschil zien. Ik heb deze maat gepakt, 27,34 en hij is dus 40 euro. Maar ze hebben dus ook 20% korting op jeans, dus ik dacht ik ga even hier binnen kijken. Oké, dit is de tweede broek die ik aandoe en hij is gewoon gelijk perfect. Kijk even de lengte hiervan en ook qua taille zit hij echt goed. Hij zou nog een maatje kleiner kunnen, maar echt deze broek. Hij valt dus zeg maar een beetje op mijn navel, dus hij is redelijk mid-high waist. Maar de lengte, ik sta er echt versteld over. Dus hij is zelfs eigenlijk een beetje, te lang kan nooit, maar ik sta er gewoon op. En dit is gewoon de eerste winkel waar ik inloop bij de olie en ik vind gelijk eigenlijk gewoon een goede straight qua lengte en ook qua breedte. Dat is de prijs, hij is 40 euro. Dus ook echt een goede prijs. Als er dan 20% korting afgaat, is hij zelfs 32. Naast nog een andere, maar die was echt veel te kort. Dus dat is er niet geworden voor degene die willen weten, dit is hem. Het was zeg maar een high... dit is het model. Het is een high waist cropped ankle straight. Dus het is zeg maar een soort van mom jeans is het eerder. Dus dit is hem niet geworden. Maar deze zeker wel. Die willen weten hoe die heet. Hij heet de Juice White High Waist en ik had hem dus in een maatje 27,34. De muziek is even weer wat zachter, maar dit is de broek. Die is echt veel te kort. Die valt hier niet eens over mijn enkel. Naar mij, ik denk als je 1,75 bent, misschien 1,70 dat je wel past, maar echt langer niet. Maar daar ben ik dus niet geslaagd en hebben ze niet de perfecte broek hier voor lange meiden. Ik liep dus net bij de Costas en daar hebben ze gewoon geen lange broeken. Ze hebben gewoon geen straight jeans, ze hadden alleen een flared spijkerbroek. Maar voor de rest hadden ze gewoon helemaal geen spijkerbroeken. Dus ik loop nu bij de Zara en daar ga ik even kijken. Zara ligt dus helemaal vol weer met skinny jeans. Echt alleen maar skinny. Weer geen straight. Hier ook alleen maar weer skinny. Je ziet wel weer dat die trend terugkomt waar ik niet weet hoe blij mee ben. Straight fit die ik kan vinden, maar dat is maat 38 en dat is sowieso te groot bij de Zara. Dus ja, hier ook niet geslaagd. Ik sta hier nu bij de denim afdeling van de H&M en ze hebben hier wel echt heel veel keuzes. Ik ben benieuwd. Ik heb al twee broeken gevonden en ik ga hier ook nog even tussen kijken. Ik zie hier de pashoekjes en dit licht is echt heel mooi. Dat heeft terzijde. Ik heb vier verschillende broeken. Ik merkte, ik kon maar 1,36 vinden. Voor de rest best wel veel. Of hele kleine maat of hele grote. Dus ik heb gevarieerd tussen 34, 36 en 38. Om te kijken naar lengte, naar maten. Dus ik ben heel benieuwd. Oké, dit is de eerste. Maar helaas echt veel te kort. Dus qua taille zit hij goed, maar qua lengte is het echt niet oké voor lange meiden. Oké, nee, deze broek is nog korter en ook echt weer niet oké. En hij is te klein, dus ik krijg mijn broek niet dicht. En ook zelfs een andere 38 is te kort en is het gewoon niet goed qua maat. Maar ja, ik denk niet dat ik het hier ga vinden. Aangezien dit een 34 is en ik die waarschijnlijk ook niet pas. Oké, ik neem mijn woorden terug. Deze is
op zich redelijk lang. De maattabel klopt niet helemaal, want het is een 32 en is dus veel langer dan de rest. Het zit ook echt goed bij mijn taille. Hij valt over mijn navel, sluit lekker aan en hij valt dus best wel goed. En nou, ongeveer 1,80 dan pas je hem wel, maar langer echt niet. Maar op zich, voor de iets langere meiden is deze broek wel goed. Voor degene die deze broek willen, het is de White Ultra High Waist en ik heb hem dus in maatje 34. Op zich, hij is 30 euro en dit is de code. Ik ga nu nog door naar mijn favoriete winkel, namelijk de Weekday, waar ik ook deze broek vandaan heb. En dan ga ik jullie even laten zien welke dit is en dan ga ik die ook even passen. Ik ben bij de Mango in de pashokjes en het pashokje is echt gewoon oprecht best wel mooi. En ik heb hier twee straight jeans gevonden, dus die ga ik even aandoen. Ik ben benieuwd, want die ziet er al veel korter uit dan deze, dus ik ga deze even eerst aandoen. Ook is helaas deze weer te kort. Het valt niet bijna niet eens op mijn voeten, dus helaas. En ik vind hem ook niet lekker zitten rondom mijn taille. Ik ga deze niet eens passen, want deze is korter dan die ander. Dus ja, weer bij de Mango ook niet geslaagd. Ik ben nu onderweg naar de Weekday, de laatste winkel waar ik ga kijken voor lange broeken. Het is zelf echt mijn favoriete winkel. Dus ik ben heel benieuwd of ze de maat op voorraad hebben die ik op zoek ben. Dus ik ben er bijna en dan ga ik daar nog even lekker shoppen. Ik heb nog twee Rowe jeans kunnen vinden in mijn maat. Dit is namelijk 25-34 of 26-34. Kan een beetje verschillen per model. Maar ik ga ze even aandoen. Dit is de eerste broek aan en kijk even naar de lengte. Het is echt zo perfect bij de Weekday. Elke broek is echt hier goed qua lengte maat 34. Het licht is niet helemaal optimaal, dus het lijkt echt super geel. Het valt dus echt best wel mee. Lekker een beetje wit beige-achtig. Maar deze broek, echt perfect. Ik heb hiervan een 26-34 en ik zou hiervan een 25-34 aanraden voor mezelf. Aangezien deze broeken wel een beetje uitlopen. Dus bestel altijd het maatje net even iets kropper, omdat die altijd nog wel uitloopt. Maar deze broek, echt, ik ben echt verliefd. Ik heb deze net even iets lichter, dus ik ga hem zelf niet kopen. Maar voor jullie, echt de perfecte broek. Leuk voor ja, lente, zomer die er aankomt, lekker een lichte broek. Die dus echt de lengte heeft voor lange meiden. En ook deze donkerblauwe is echt weer perfect qua lengte. Maatje 25-34 en deze zit net even wat strakker, waardoor ik hem lekkerder vind zitten. Waardoor ik dus het getailleerde zit bij je bovenbenen, maar mooi uitvalt bij aan de onderkant. Hij is dus echt weer lekker lang. Ik heb hier weer alle linkjes van in de bio, want deze moet je eigenlijk gewoon hebben als je wat langer bent. Want bij de Weekday zijn ze echt perfect. Beide broeken zijn dus de Rowe High Waisted Straight Jeans van de Weekday. En voor alle linkjes check de beschrijving, want ik ben alles gewoon doorgelinkt. Dus zodat jullie gewoon alles makkelijk kunnen doorklikken. Ik ben heel even uit de wind gestaan, aangezien het echt heel hard waait. Maar ik loop nu richting de Bijenkorf om nog even bij Levi's te gaan kijken of ze daar even nog een goede broek hebben. En anders ben ik denk ik wel redelijk geslaagd voor de perfecte straight jeans. Aangezien bij Only, bij de Weekday. Dus laten we nog even bij Levi's gaan kijken. Nu in de paskamers bij de Bijenkorf bij Levi's. En ik heb dus nu een Levi's gezet. 501 90's model. Hij is wel echt een stuk duurder vergeleken met al die andere modellen, maar ik ga hem even aandoen. En ik ben heel benieuwd hoe die staat. Okay, ik heb hem aan qua model. Hij is echt mid-waist. Hij valt onder mijn navel. En qua lengte, nee, niet voor deze prijs. Hij is qua lengte echt gewoon kort, zoals je ziet. Hij valt net op mijn bovenkant van mijn voet, maar ja, het liefst heb ik ze over mijn enkel. En het model ben ik ook niet helemaal tevreden over. Dus nee, ik hou hem bij de Weekday, de Only en misschien de H&M broek. Oké, dat was het. Ik loop nu weer richting huis en dan spreek ik jullie daar weer. Ik denk dat ik wel genoeg winkels in Amsterdam heb gezien. En dat ik nu ongeveer wel weet waar ze de perfecte broeken hebben. Ik ben weer terug uit Amsterdam en ik ben met mijn vader. En ja, ik denk dat we best wel goed zijn geslaagd. Als eerste was natuurlijk de Only broek, maar in die winkel, het was een kleine winkel, dus hadden ze niet zo heel veel broeken. Maar online heb ik gekeken en hebben ze echt een stuk meer broeken en ook in lengtematen. Dus bij de Only heb je dus echt goede broeken voor lange meiden in verschillende soorten modellen. Dus straight, mom, skinny, allerlei modellen. En ze hadden ook cargo broeken. Die heb ik zelf niet gepast, maar ik zag ze wel hangen. En daarnaast had je natuurlijk de andere winkels, de H&M, de Bershka. Daar had ik al zoiets van,
Ik weet niet of ze het hebben. Die ene broek van de H&M kon nog wel. Maar ja, Bershka had geen goede broeken. Zara had gewoon geen straight jeans. Kostas had geen straight jeans. En ja, die van Levi's vond ik ook tegenvallen. En al helemaal voor de prijs. En ja, de Weekday. Ik wist al dat ze daar de goede broeken hadden. Die heb ik ook al. Maar ik wilde ze graag ook nog aan jullie laten zien. Ze hebben ze in heel verschillende kleuren. Ik heb er nu 2 laten zien. Maar online hebben ze er nog veel meer. Dus check echt alle linkjes in de beschrijving naar die broeken. En ja, ik ben ook heel benieuwd wat jullie van de video vonden. Wat jullie van het concept vonden. Laat vooral een like achter als jullie het leuk vonden. En vergeet ook niet te reageren naar welke stad ik de volgende keer moet. En naar welke winkels ik moet gaan kijken. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren. Dat zou ik ook wel heel leuk vinden. En ja, dat was de video voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot snel.